sluisdeuren, 4 torens, 2 stuwen en een brug. De Hollandse IJsselkering, oftewel het Algra-complex, bestaat 50 jaar. En dat is gevierd met exposities, een congres en een groot publieksfeest. Het komend uur neemt TV Krimpen u mee in een rondleiding door het Algra-complex en kijken we terug naar het geslaagde publieksfeest. Maar nu eerst, terug naar het jaar 1953, met een gesprek met de schrijvers Kees Loeven en Paul Weiling over hun boek Stormvloed aan de IJssel. Een boek over de watersnoodramp, een ramp waarbij er in Nederland meer dan 1800 mensen het leven verloren. Kees, om eerst even terug naar die nacht in 1953. Dat was geen plezierige nacht. Nee, dat klopt. Het begon eigenlijk al de dag ervoor. Een enorme storm en een narigheid. En wat ik er zelf van meegemaakt heb, ik was bij mijn grootouders, dat deed ik elke zaterdagavond. Ik was toen 11 jaar en ik kwam teruglopen naar Krimpen toe, want opa die vond het een beetje eng worden met die storm. Dat was iemand die goed verstand van het weer had. En er lag een enorme berg takken die gesnoeid waren die dag over de dijk heen gerold. En er zat een auto in verward. En dat was dus wat we toen een wegluisje noemden. Dat is een heel klein Fiatje 500, waar je nou heel veel geld voor moet betalen. En dat was dus een van de eerste gevolgen van die storm. En daarna is het alleen maar erger geworden natuurlijk. Hè? Ja, inderdaad. En dat resulteerde dus nu in wat hierachter ligt, de stormvloedkering. Ja, klopt. De duidelijke aanleiding is geweest om hier inderdaad die stormvloedkering te gaan bouwen. Er werd al jaren over gepraat overigens. Er zijn echt heel veel plannen geweest waarin aan de kop van de IJssel of een dam of een stormvloedkering en uiteindelijk dus deze beweegbare kering is gekomen. Het was dus allemaal redelijk voorbereid. Dat blijkt ook wel, want binnen een jaar na de watersnood zijn die plannen al van start gegaan. Ga ik nu even naar Paul. Je hebt het zelf meegemaakt als kleuter. Ja, ik was 4 jaar toen. En de herinneringen die ik eraan heb, dat is dat spullen naar boven werden gebracht, naar de bovenverdieping, omdat men bang was dat het water kwam. De bovenste verdieping die was veilig. En vooral dat de naaimachine naar boven ging, is mij bijgebleven. Dat was toen een heel zuinig bezit. En de kleertjes van mijn zusje, dat herinner ik me in ieder geval van die nacht. En mijn vader was er niet, want die was aan het werk aan de dijk. De dag daarna ben ik, of het kan ook wel zijn, 2 dagen daarna ben ik met mijn vader naar de dijk geweest. En daar herinner ik mij die lange rij van zandzakken over de dijk. En dat alle opritten langs de dijk, alle klinkers uit waren. En dat die klinkers eruit waren, dat heb ik pas later gesnapt. Want die klinkers had men eruit gehaald om bij het zand te kunnen, om die zandzakken te vullen. En dat zijn eigenlijk de enige herinneringen ik heb, want 4 jaar was natuurlijk nog erg jong. En het water in de sloot achter ons huis stond op het randje van het land, dat herinner ik me ook nog. Nu hebben jullie dus allebei al eerder een boek uitgebracht. Wat was nou eigenlijk het grootste verschil tussen de beide boeken? Paul heeft een boek gemaakt toen er hier in Capelle een expositie was over de watersnood. En dat boek dat bestond voor een deel, klein deel, uit vaste tekst. Het verhaal van de watersnood, zeg maar. En uit heel veel interviews. Ik heb een beschrijvend verhaal van de watersnood gemaakt, algemeen verhaal over het weer en over wat er allemaal gebeurde, hoe het mensen opgeroepen werden en daarnaast ook wat dingetjes interview, maar heel kort. Daarnaast was toen de school er ook bij betrokken en die hebben dus daar ook aan meegewerkt, die hebben tekeningen gemaakt, die hebben gedichten gemaakt. En ja, dat boekje dat was toen leuk. Maar ja, 5 jaar later, dan heb je weer nieuwe dingen ontdekt. En we hebben het dus nu in elkaar geschoven. En dat is naar onze mening best een geslaagd. Ik was er eerst helemaal niet zo wild van, dat weet Paul wel. Ik stond echt niet te trappelen, want ik zag dat helemaal niet zitten. Ze waren zelfs van plan om 2 boekjes achter elkaar in 1 kaf te douwen aanvankelijk. Ja, een slecht plan. Ja. Waarom was dat zo slecht dan?
Nou, gewoon omdat je dan een heleboel dubbels zou hebben. Kees heeft natuurlijk in zijn boekje een inleiding gemaakt met zeg maar, algemene geschiedenis over Zeeland en Zuid-Hollandse eilanden, wat daar gebeurd was en het weersberichten. En dat had ik in mijn boekje ook gedaan. Dus dat waren al dingen die dubbel zouden zijn. En dat hebben we dus voorkomen. Al die dubbels hebben we eruit gehaald en de nodige aanvullingen gemaakt waar nodig. Op het internet heb ik ook iets teruggelezen over dat er ook echt correcties zijn gedaan. Je zei net zelf ook al, zo 5 jaar later dan hoor je ineens weer andere dingen. Wat is er zoal gecorrigeerd? Nou, er zijn textueel inderdaad wat dingen aangepast waar je later achter komt dat het toch net wat genuanceerder lag of niet helemaal juist was. Het belangrijkste wat ik vond, dat was, er staat het aantal wat in totaal dus officieel slachtoffer van de watersnoodramp in Nederland is geweest. En daar was in de loop der jaren toch nog een persoon bijgekomen. Nou, dat soort dingen, dat is gewoon zorgvuldig om dat wel helemaal compleet te hebben natuurlijk. Nou, ik hoop dat het nieuwe boekje een goed gelezen boekje gaat worden. Ja, dat zou voor ons een leuke honorering zijn, want daar doe je het natuurlijk voor. Huh? Oké, dank u wel. Op 22 oktober 2008 is het 50 jaar geleden dat het Algra-complex officieel in gebruik is genomen. 30 augustus is het reeds gevierd met een groot feest. Vandaag nemen we u mee voor een kijkje achter de schermen van het Algra-complex. We zullen een rondleiding krijgen door de heer Versteeg die ons een aantal geheimen van het Algra-complex zal laten zien. Van de brugkelder tot een bezoek aan een van de 4 torens op een hoogte van 43 meter. Dit is TV Krimpen met 50 jaar Algra. Ik ben dus, vroeger zou je zeggen, de onderhoudsmonteur. Ik ben hier in dit gebouw ben ik in 1973 gekomen. Als zijnde in een onderhoudsploeg, dus als onderhoudsmonteur. En in die tijd deden we al het onderhoudswerk, werd zelf gedaan door de monteurs. Je stond de ene keer stond je met een kwast in de hand om de tandwielen in te vetten. En de andere keer stond je dus hele grote tandwielkasten uit elkaar te halen om die te reviseren. Dus je bent al flink wat jaren aan het werk eigenlijk voor de veiligheid van Krimpen en de Krimpende Waard aan Nederland? Ja, zo kan je het wel noemen. Ik ben dus inderdaad al heel wat jaren bezig, allemaal in het onderhoudswerk. En dat is toen naar een andere dienst gegaan. En in de loop van de jaren is dat onderhoudswerk dus allemaal uitbesteed aan de aannemers. Maar er wordt nog steeds hetzelfde onderhoud gedaan. Dus de mensen die zijn nog steeds veilig, daar zorgen we met z'n allen voor. En je gaat ons vandaag het een en ander laten zien? Ja, dat klopt. Ik zal jullie dus de stuur laten zien. En de sluis en het bewegingswerk van de brug. Dat iedereen dus een beetje een indruk heeft van de brug die beweegt. En de schuif die gaat naar beneden en omhoog. Dus we zitten veilig voor het water. Dus met al die jaren werkervaring heb je een hoop te vertellen aan ons? Ik heb heel veel te vertellen en dat doe ik met heel veel plezier. Oké, we gaan een kijkje nemen. Oké, dank u wel.
We zijn nu dus in het eigenlijk bijna het belangrijkste gedeelte van het, bijna van het complex. Want hier, dit is eigenlijk het zenuwcentrum van het hele Algra-complex. Ja, hier wordt alles vandaan bediend. Alle objecten, de sluis, de brug en de stuwen, die worden hier vandaan uit één centrale bediend. Ja. Hoeveel mensen zit hier ongeveer? Normaal overdag wordt alles van door één man bediend. En als nou de sluis gesloten is, dat de schepen moeten schutten, dan zijn er twee bedieningsmensen. En is er voor storm de stuwen dicht, dan is er twee bedieningsmensen voor de sluis en eentje die de controle houdt op de stuwen. Oké, okay, en hoe gaat het dan bijvoorbeeld als de brug geopend moet worden? De brug die wordt geopend als er dus aanbod is van scheepvaart door de week gewoon die hoger is als dat er onder de vaste brug door kan. En dan kunnen ze vrij door de sluis heen varen met openen van de brug. En dat wordt dus door één persoon gedaan. Wat is dan de hoogte die de boten maximaal kunnen hebben zonder opening? Zonder opening is ongeveer 8 meter wat er onder de vaste brug door kan. En daarna is het dus anders voor de schippers, dus wachten totdat ze er door kunnen? Ja, en ze hebben meestal vaste tijden. Dat is de zogenaamde staande mastroute. En dan is het altijd 20 over het hele uur wordt er voor de recreatievaart gedraaid. Als een schipper nu graag wil dat de brug open gaat, hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, meestal melden de schippers als het beroepsvaart is door marifoon. Dat is een soort draadloze verbinding met de bedieningspost hier. En als het nou is dat het recreatievaart is, die hebben ook meestal wel marifoon aan boord. Dus die kunnen zich ook melden. Maar die weten meestal wel dat de brug dus om 20 over het hele uur draait. Ja, dus dat zijn vaste tijden en bij de meeste recreatie is dat wel bekend. Kijk nu naar een van de schermen hier in het commandocentrum, het zenuwcentrum. En daar zien we een overzicht van stuw 1 en stuw 2. En dan zien we de hoogte van de schuiven waarop ze hangen. En daar zie ik eigenlijk ook wel een beetje scheef 0,8 centimeter. Wat houdt dat in? Ja, die 0,8 centimeter, dat moet je eigenlijk vertalen in millimeters. Dan zou dus de schuif ten opzichte van de torens zou dus 8 millimeter scheef hangen. Nou, dat is bijna te verwaarlozen als je dus rekent op een lengte van ongeveer 80 meter. Ja, dan valt het eigenlijk allemaal wel mee. Ja, dat valt wel mee. Die 8 millimeter, dat is echt te verwaarlozen. Dat is zo verschrikkelijk weinig. Het is dus wel zo dat als de schuif draaiend is en hij zou dus naar beneden gaan en hij zou ongeveer 10 centimeter scheef gaan lopen, dan wordt hij automatisch elektronisch gecorrigeerd. Dus die 8 millimeter, dat is heel verschrikkelijk weinig. Dus de kans dat we weer een scheefgezakte sluisdeur krijgen is zeer klein? Ja, de kans dat hij echt helemaal scheef gaat lopen is door allerlei beveiligingen en door allerlei remwerkingen is die dus die kans is verschrikkelijk weinig. Heel erg weinig. We staan nu bij een van de sluisdeuren van het Algra-complex. Waarom heeft het complex eigenlijk een sluisdeur? Want het water staat toch gelijk? Ja, dat klopt. Het water is nu gelijk. Maar in geval dat de stuw naar beneden is voor hoog water, dan moet er geschud worden. Dus dan is de sluis wel degelijk in werking. Dan moeten dus alle scheepvaart die moet door de sluis heen en dan moet er echt geschud worden. Dus dan heb je verschil van waterniveau. Hoe groot wordt dat waterniveau dan, verschil dan? Nou, het verschil van waterniveau dat kan ongeveer oplopen tot 1,5 tot 2 meter. Zoveel? Ja, ten opzichte van de hoogte aan de binnenkant, dus zeg maar richting Gouda. Ja, zo hoog kan het worden op buiten de sluis. Dan zijn die sluizen inderdaad hard nodig. Ja, die sluis is echt hard nodig. Die heb je gewoon nodig in geval van hoog water. En dat er dus echt geschud moet worden. Het kan ook voor calamiteiten. Dat dus de stuw dicht is
De ene keer kan er voor onderhoud zijn. De andere keer kan dat zijn voor een lozing van vuil of smerig water of van olie of wat dan ook. Dat kan ook gebeuren. En er is een calamiteit dat het water op de IJssel op een bepaalde hoogte gehouden moet worden. Ja, dat kan ook nog gebeuren. In geval van dat er heel veel regen is, dan kan het dus gebeuren dat het water aan de binnenkant van de IJssel hoger is dan aan de buitenkant. En dan moet er echt het water geniveleerd worden en dan moet er ook geschud worden. Want dan gaan ook de stuwen dicht. Oké, okay, dan zien we hierachter ook een van de torens. Een van de vier torens die dus zorgen voor de beveiliging van de stormvloedkering, oftewel de Hollandse IJsselkering. Hoe hoog is zo'n toren nou eigenlijk? Die toren die is tot aan het dak is die ongeveer 43 meter. Ja, en het machinewerk dat staat op een verdieping van ongeveer 40 meter. Kunnen we er ook gaan kijken? Daar kunnen we gaan kijken, ja hoor. Oké, graag. Na een fikse klimpartij zijn we nu boven in de toren aanbeland, met nog steeds Jan Versteeg bij ons. Jan, op welke hoogte zitten we nu? We zitten nu ongeveer op 40 meter hoogte. En daar bevinden zich eigenlijk deze reusachtige tandwielen. Ja, dat klopt. We zitten hier in het hart van de bewegingsmechanisme. Hier is de trommel waar dus de kabels op zitten die dus de schuif op en neer bewegen. En de daarbij behorende mechanica, dus de tandwielkasten, motoren, noem maar op, alles wat er voor nodig is om dus de schuif op en neer te kunnen bewegen. Hoe wordt alles eigenlijk aangedreven? Aandrijving, dat gebeurt door middel van elektromotoren, die dus de tandwielkasten aandrijven en die dus verder weer de eerste kleinere tandwielen en dan het hele grote wiel in werking zetten. Ja. En dan gaat de kabel lopen en dan gaat de schijf zakken? Ja, dan wordt de kabel die wordt van de trommel of afgerold als die naar beneden gaat, of de kabel wordt opgerold als die weer omhoog gaat. Oké. Hoe groot zijn die tandwielen wel niet in doorsnee ongeveer? De tandwielen in doorsnee zijn ongeveer 10 meter. Dat is het grootste wiel. En dan wordt dat steeds kleiner tot aan de tandwielkast. En die gaan natuurlijk met aardig wat omwentelingen in de rondte. Ja, inderdaad. Ja, dat doet me dan een beetje denken aan technisch Lego, maar dan wat groter. Dat zijn hele kleine tandwieltjes, maar deze zijn wel heel groot. Ja, dit zijn hele grote tandwielen. Dat is hoe meer kracht dat je nodig hebt, des te groter dan dat de overbrenging moet worden. En de trommel waar dus de kabels op zitten, die moet ook vrij groot zijn. Want anders zou je een dun kabeltje op een klein wieltje nodig hebben. En dat kan met deze gewichten niet. Over wat voor gewicht praten we dan? Nou, de totale gewicht van de schuif is ongeveer 480 ton. 480.000 kilo? Ja, 480.000 kilo, dat klopt, ja. En dat hangt dan aan hoeveel kabels hangt dat dan vast? De schuif die hangt aan iedere kant, op vier kabels hangt die vast. Dan wordt die door bewogen. En dan zijn er contragewichten, die houden de schuif in evenwicht. En die hebben acht kabels, aan iedere kant vier kabels. Dus in totaal dan hebben we dus over behoorlijk wat kabels, ook van een behoorlijke dikte. Ja, de kabels die zijn ongeveer 7 à 8 centimeter dik. Dus dat is een aardige, flink dik kabeltje. Ja, dat neem je niet zomaar even mee. Nee, dat neem je niet zomaar even mee. Als je dat zou vergelijken met een remkabeltje van een fiets, dan is dat waar heel wat dikker. En toch houden de hoge torens het al jaren uit. Ja, de torens die staan dus vanaf 1958 staan ze er al. Eigenlijk vanaf 1956, 1957, toen alles gebouwd is. En in 1958 is dus alles in gebruik genomen. Eerst aan één kant en later nog aan de andere kant van de brug, heb ik begrepen. Ja, eerst aan deze kant waar we nu staan. Dit is zogenaamd schuif 1. En schuif 2 is in 1976 erin gekomen.
Eigenlijk dus bijna alles mechanisch hier in de torens van het Algra complex. Ik neem aan dat het ook wel eens gesmeerd moet worden dan. Ja, dat wordt, regelmatig wordt dat gesmeerd. Bij iedere proefdraaiing, want er wordt één keer per maand op de eerste donderdag van de maand wordt er altijd proef gedraaid. Om echt dus te controleren of alle componenten, alle elementen, alle motoren of alles goed draait. En de dag daarna wordt alles weer gesmeerd, dat hij dus voor het weekend weer helemaal stand-by staat. Want ja, net als ik zeg, per 1 oktober dadelijk zitten we weer in het stormseizoen. Dus dan moet je echt zorgen dat alles helemaal klaar staat. Ziet er inderdaad ook allemaal lekker vettig uit, alle tanden? Ja, het ziet er goed vettig uit. En dat moet ook wel, want de krachten die op de tandwielen komen zijn zo enorm hoog en groot, dat het moet goed gesmeerd zijn. Ja, en ik stel me dan zo voor dat je dan niet naar boven gaat met een soort oliekannetje. Hoe gaat dat? Nee hoor, we hebben een soort vet wat dus zowel kan de tandwielen, tenminste de tanden conserveert. Dus het vocht en alles meer weghoudt. En dat een hele goede smerende werking heeft. En dat wordt erop gebracht. Gewoon met de kwast. Gewoon de onderhoudsmensen die gaan hier naar boven met een kan met vet. En dat wordt er gewoon met de kwast opgesmeerd. En dat heeft als voordeel dat het er eigenlijk wel goed opgesmeerd wordt. Want als je dat zou doen met bijvoorbeeld een spuitbus, dat vernevelt alleen maar. En dan zou je dus delen hebben waar eigenlijk een beetje te weinig op komt. Maar als je dat met de hand doet, is het altijd goed. Oké, en wat is dit dan voor metertje? Dit is een hoogtemeter. Hier kan je dus mechanisch aflezen hoe hoog dat de schuif hangt. Kan je even een beetje laten zien hoe die dan werkt? Ja, zoals nu staat hij dus in de hoogste stand. Dat is ongeveer 18,95 meter. En als de schuif helemaal naar beneden is, dan gaat de kleine wijzer, die geeft de centimeters aan. En de grote wijzers, die geven de meters aan. En als die dan helemaal naar beneden is, dan staat die op nul. En als die dan weer omhoog zou gaan, dan staat hij hier bij begin hijsen van schuif. En dan gaat hij dus weer helemaal omhoog. Dan gaat dus de wijzer, die gaat weer helemaal terug. En dan komt hij, als die uiteindelijk weer helemaal bovenin is, dan staat hij weer op 18,95. Bij wat voor een kast staan we nu in de toren? We staan hier nu bij de apparatenkast. Hier in deze kast, daar zitten alle componenten die nodig zijn voor besturing, beveiliging en alles wat dus nodig is om de motoren en de remmen te laten werken. We hebben hier het bedieningspaneel. Dat is tweedelig. Het ene is onderhoudsbediening. Daar kan dus de onderhoudsman, die kan dus hier ter plaatse, kan die dus ook de schuif bedienen. En een gedeelte, dat is dus een noodbediening. Hier kan je dus ook voor nood, als de elektronica het laat afweten dat er een storing is, dan kan dus ook de schuif nog een keer voor nood naar beneden gedaan worden. Ik kijk nu een enorm diep gat in. Ik zie daar in de diepte de Hollandse IJssel. Ooit een van de meest vervuilde rivieren van Nederland. Tegenwoordig gelukkig niet meer. De kabels die gaan hier aan deze kant dus. Dan gaan ze naar de schuif toe. Klopt dat? Ja, aan deze kant. Dit zijn de zogenaamde hijs- en haalkabels. Aan deze kant zitten de kabels bevestigd aan de schuif. En die halen dus de schuif op en neer. Dat klopt. Oké, en even kijken, die omloopwielen. Ik zie wel heel veel kabels eromheen zitten en ook hier weer aan de andere kant naar beneden gaan. Daar gaan ze dus naar de ballastblokken. Ja, deze kabels die gaan naar de ballastblokken. Die zitten aan de ene kant zitten ze dus bevestigd aan het ballastblok. En aan de andere kant zitten ze bevestigd aan de schuif.
Even dan nog het principe van omloopwiel uitleggen. Dus aan de ene kant dan gaat dus ja, het ballastblok omhoog. En dan gaat hij dus aan de andere kant laat hij dus de schijf omhoog, ja, zakken of stijgen. Ja, dat klopt. Aan de ene kant, als de schuif naar beneden gaat, dan gaat het ballastblok omhoog. En als de schuif weer omhoog gaat, dan gaat het ballastblok weer naar beneden. Het is dus een... deze wielen, die zullen dus niet het aantal omwentelingen maken als het grote wiel waar dus de hijskabels op zitten. Want dat is een trommel die dus de kabel echt helemaal oprolt en afrolt. Deze wielen zijn er alleen maar voor om de kabels eigenlijk te geleiden van omhoog en omlaag. Een ballastblok van 200 ton, dat verschuif je niet zomaar. Maar toch lijkt het alsof er ooit een bredere ballastblok gezeten heeft. Ja, deze blokken die zijn groter geweest. Toen de oude schuif er nog in hing, die was ongeveer 650 ton. Toen was het gewicht van de ballastblokken was ook groter. Want of je nou een gewicht hebt van 480 zoals nu en 650, dat is natuurlijk een aardig verschil. Dus de ballastblokken die waren groter. Maar wat enkele jaren geleden is de schuif aangevaren. En toen is er dus een hele nieuwe schuif ingekomen. En die is door alle technieken van nu is die lichter geworden. De oude schuif die was helemaal geklonken en deze nieuwe schuif die is helemaal gelast. En door de nieuwe technieken is die dus lichter geworden. En toen hebben ze dus ook de ballastblokken moeten aanpassen en die hebben ze dus lichter gemaakt dus door stukken af te zagen. Zoals gezegd gaan we zo nog even naar een van de geheimen van het Algra-complex. Tenminste naar een plaats waar niet zo vaak mensen komen, denk ik. Nee, dat is dus de brug. De meeste mensen die rijden of met de auto eroverheen of ze fietsen dagelijks eroverheen. Maar ze weten natuurlijk niet wat daar eigenlijk beneden hun gebeurt. Ze fietsen of rijden er wel over, maar in de kelder van de brug daar zit het mechanische wat de brug omhoog en omlaag beweegt. Ja, en dat zien de mensen niet zo vaak. Dus TV Krimpen neemt u mee naar de donkerste plekken van het Algra-complex, oftewel we gaan naar de kelder. Aangekomen nu in de brugkelder, tenminste nog niet helemaal in de kelder. We gaan ook niet helemaal naar het diepste punt, maar we gaan u wel laten zien wat het is. We staan hier nu eigenlijk bij het scharnierpunt van de brug. Ja, dit is het grote scharnierpunt waar dus de brug om draait. Dat klopt. Dus het hoofdlager waar dus de brug eigenlijk helemaal om scharniert. Hier draait het om. Hier zijn we dus eigenlijk bij een van de geheimen, zoals je die zou kunnen noemen, van het Algra-complex. Eigenlijk het geheim van de brug, wat niemand ziet. Jan, wat gebeurt hier? Ja, we staan hier bij het zogenaamde opzetwerk. Dit noemen ze een schelpconstructie. Dit is dus het mechaniek wat dus de brug vasthoudt. Dat hij dus niet omhoog kan wippen, dat hij echt helemaal vast staat. Dat als het verkeer eroverheen rijdt, dat hij vast blijft liggen. Als de brug gaat draaien, dan gaat deze schelpconstructie, dus het opzetwerk, dat gaat naar beneden toe. En dan gaan de tandwielen, die grijpen in op de baan, waardoor de brug dus eigenlijk omhoog getrokken wordt. Eigenlijk als een soort tandradbaan eigenlijk? Ja, het is een soort tandradbaan, maar dan helemaal de diepte in. Die dus de brug aan de ene kant, als die dus geopend wordt, omhoog trekt. Aan de andere kant, als de brug weer gesloten wordt, dan doet hij hem weer naar boven toe, weer naar beneden. Aangekomen in de brugkelder. De bel is net gegaan, er is op de knop gedrukt. En dat betekent dat de brug zo meteen voor het scheepvaartverkeer open zal gaan. Als je dus fietser of automobilist bent, of je bent dus voetganger, dan zie je het allemaal niet. Maar nu kan je dus zien wat de brug eigenlijk, wat ermee gebeurt.
is heel raar. Het achterstuk dat gaat omlaag en de brug zelf die gaat omhoog. Het omhoog gaan, dat zien de mensen wel, want dan moeten ze stoppen, dan moeten ze ervoor wachten. Ja? Maar dit wat hier binnen in die kelder gebeurt, dat ziet bijna niemand natuurlijk. En wat gebeurt er dan nu? Hij gaat weer, de brug gaat omlaag, dus dat achterstuk dat komt nu weer omhoog. En als de brug dan helemaal neerlegt, dan gaan de afsluitbomen omhoog en iedereen die kan weer doorgaan. Wat drijft deze machine nou aan? De motoren die op de achterkant van de constructie gemonteerd zijn. Die motoren die drijven de hele brug aan. Dus die drijven de assen aan. Die assen die draaien weer met tandwielen. De tandwielen die grijpen in de tandbaan. En zo wordt de brug als het ware omlaag of omhoog getrokken. Wat voor vermogen hebben die motoren ongeveer? Motoren die hebben ongeveer een vermogen van 25 pk. Die hebben niet zo heel veel vermogen nodig, omdat de brug is in balans. En dat wil dan zeggen dat die eigenlijk maar weinig kracht nodig hebben om heen en weer te gaan. Dus omhoog en omlaag. Want het gewicht is eigenlijk verdeeld. Oké. Okay.
Maar gaat hier wel zoiets heel spannends gebeuren? Ik heb een soort van hesje onder mijn benen. En, ik sta hier bij de toren aan de Kremlinse kant. En ik ga zo meteen van de toren afkokkelen. En ik hoop dat we mee kunnen nemen live op de radio. Ik mag niet meekomen, dus ik ga zo nog meer aankrijgen. Om me heen krijgen. En het gaat heel spannend worden. Want jij gaat dus toch omhoog. En dan moet je als een kabel naar beneden gaan roepen. Er wordt nu nog even mijn haak omheen geklemd. Ik hoop dat het allemaal gaat met alle spullen. Het is een behoorlijk klimmetje. Overigens moet ik nog even melden dat de politieacademie dit allemaal ook vele mogelijk maakt. Oké, nou het gaat heel spannend worden. Dan moet ik dus op het hekje gaan klimmen. Ja, het zit op een kabel. Er is echt geen weg meer terug nu. Doorheen. De handen door de lucht en dan rubber vasthouden. Ik zit nu op het hek. Ik strek mijn armen en dan moet ik gaan met die bananen. Ga ik naar beneden. Moet ik me gewoon laten vallen? Net als in het zwembad. En dat allemaal dankzij de hulp van de politieacademie. En het moet helemaal goed gaan komen. Het moet helemaal geweldig zijn. Je wordt ontzettend bedankt. Oké, nog veel succes. Meneer, uw naam is? Bob van der Ploeg. Waar komt u vandaan? Uit Capelle aan de IJssel. En u denkt nou, ik ga eens even kijken bij dat feestje van 50 jaar Algra complex. Ja, precies. Daar was ik zeer in geïnteresseerd. Dus ik denk, we gaan eens kijken wat er allemaal aan de hand is. En ze hebben mooi weer. Ze hebben zeker mooi weer. Wat vindt u tot nu toe van het feest? Wat u tot nu toe van mee heeft gekregen? Ik vind het echt een hele happening voor Capelle. Want in 9 van de 10 gevallen is het allemaal een beetje gecentraliseerd op het stadshart. En nu helemaal om die Algrabrug. En dat geeft een hele nieuwe dimensie aan het feestelijk gebeuren. En het is natuurlijk ook voor de Algrabrug, laten we daar duidelijk in zijn. Goedendag meneer. Goedendag. Uw naam is? Gerard Damro. Waar komt u vandaan? 30 kilometer van Berlijn. Aus Deutschland? Jawel. Herzlich willkommen. Bedankt. Wat vindt u ervan, van zo'n groot feest? Heel leuk. Mooi het feestje. De mensen zijn bij elkaar. Zij zijn allebei samen. Dat vind ik heel leuk. Om zoiets te doen voor 50 jaar voor de brug. Dat is een heel groot stukje wat ze gedaan hebben. Mooi. Zou dat in Duitsland ook kunnen gebeuren, zoiets? Natuurlijk. Ja, feesten kunnen wij ook. Nog veel plezier. Ja, bedankt. Hoi. Burgemeester Jansen, moet ik denk ik de gemeente Krimpen-Meer feliciteren met dit feest van de gemeente Capelle? We hebben een fantastisch feest met 5 partners. Capelle, Krimpen, Hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat, de provincie en het Hollands IJsselproject als onderdeel van het provinciale bestuur. En juist die samenwerking maakt dat je zo'n fantastische entourage hebt op deze hele mooie dag. Ja, maar ik zeg al, moet ik misschien toch de gemeente Krimpen-Meer feliciteren dan de gemeente Capelle? Want die brug die er nu 50 jaar ligt naast de stormvloedkering, heeft Krimpen toch uit een isolement gehaald? Ja, dat is 50 jaar geleden ongetwijfeld het geval geweest. Maar 50 jaar is wel een hele lange tijd. En we kijken alweer heel ver vooruit. Maar het eerste deltawerk in Nederland wat gerealiseerd is, dat vergt aandacht. En dat vonden niet alleen wij, maar dus ook al die andere partners. En dat is de reden dat we het feestje zijn gaan organiseren en niet het feit dat er ergens een brug ligt. Ik zag net iemand met een spandoek rondlopen en die zei van nou gefeliciteerd met die brug, maar geef mij de pomp maar terug.
Ja, nostalgie is altijd hartstikke mooi, dan moet je ook koesteren. Oké, nou in ieder geval vandaag een fantastisch feest voor de gemeente Krimpen en Capelle. En ik wens nog verder een hele fijne dag toe. Ik jullie ook, fijn dat jullie aanwezig zijn met elkaar. Ja, dankjewel. Voorstellen muziekvereniging Concordia. Er treden vandaag twee afdelingen op van Concordia. Daar zit de fanfare en hier zit de Melody Percussion Band. De fanfare wordt gedirigeerd door dirigent Jos Geuders. En de Melody Percussion Band wordt gedirigeerd door Martin Slingerland en Jos de Kwant. Zij hebben later een verrassing voor u, daar zal ik verder niks over zeggen. Als eerste nummer gaan ze spelen voor u de Algera hymne. Hij is gecomponeerd door Slava Kumanikin. Hij is hier. Is het zo ongeveer wat u had gedacht? Want u heeft net een soundcheck gehoord. Ja, dat was eigenlijk de bedoeling. Een hymne was erkend. En het is mij veel eer om muziek van Krimpen aan te luisteren voor onze lieve brug. En vervolgens in de oor mensen te componeren. Ik zou zeggen, geniet ervan. Concordia.